Stel je wil gaan schilderen met acrylverf. Wat voor spullen heb je dan allemaal nodig? Wat komt er allemaal bij kijken? Daar gaat deze video over. Toen ik de video ging maken kwam ik er al snel achter dat ik eigenlijk over elk onderdeel wel een heel verhaal kan vertellen. Maar dan wordt de video veel te lang. Dus ik hou het heel beknopt. En over sommige onderwerpen ga ik nog losse video's maken. Zoals het prepareren van doeken en dergelijke. Dit gaat dus even puur om welke materialen heb je nodig als je wil gaan schilderen. Het begint allemaal met een werkplek. Nou, je hebt natuurlijk ruimte om je heen nodig om de spullen neer te zetten. Dus als je aan de tafel gaat werken, zorg er dan voor dat je genoeg ruimte op de tafel hebt voor je papier of voor je werkstuk. Voor je verf, voor je palet, voor je penselen, voor je waterpot, dat soort dingen. Ga je heel groot werken, dan heb je misschien zelfs wel een schildersezel nodig. Met ruimte om de ezel heen natuurlijk, zodat je kan lopen of zitten. En een plek om dan ook weer je palet op te leggen en je verftubus en je penselen. Dan ook maar meteen even, waarom gebruiken sommige mensen een schildersezel? Ik gebruik hem voornamelijk omdat ik op grote doeken werk. En als je een groot doek plat op de tafel gaat leggen, dat gaat natuurlijk niet werken. Dus dat is één. Het voordeel van een ezel is dat je dan je werkstuk recht voor je hebt. Dus je kijkhoek is ook haaks. Als je een werkstuk op een tafel legt, dan kijk je er eigenlijk schuin van bovenop. En dan heb je al snel te maken met vertekening. Misschien ken je dat wel, dat je een tekening aan het maken bent. Zo, het ligt daar zo op de tafel. En dat ziet er allemaal heel logisch uit. En dan hou je de tekening ineens recht voor je. En dan denk je, die hoofden zijn veel te lang gerekt geworden. Of ik dacht dat ik een rondje had getekend en nou is het eigenlijk een ellip. En het komt dus omdat je beeldhoek is schuin naar beneden. En dan vindt er vertekening plaats en je hersens corrigeren dat. Heel intelligent natuurlijk van onze hersens, maar wel lastig. Daar heb je dus bij een ezel geen last van omdat je er recht voor staat. Ezels zijn er ook weer in allerlei soorten en maten, maar daar kom ik in een andere video wel een keer op terug. Wat ik wel aan kan raden, wil je toch op een tafel werken? Om die vertekening waar we het net over hadden tegen te gaan, kun je een tafelezel gebruiken. Dat zijn relatief goedkope ezels. Die zet je op je tafel neer en die kun je schuin omhoog kantelen, zodat je er beter op je werkstuk kijkt. Dan heb je natuurlijk verf nodig. Koop niet de allergoedkoopste verf die je kunt krijgen, want dan raak je teleurgesteld in je resultaten. Daar heb ik ook een video over gemaakt van waarom is dat nou zo? Is dat nou lariekoek of is het echt waar? Het is echt waar. Je hebt iets betere verf nodig, want anders dan kun je het niet goed mengen en krijg je rare kleuren die je niet verwacht. En dan denk je, oh, ik kan er niks van, terwijl het niet aan jou ligt, maar aan de pigmenten in de verf en dat soort dingen. Dus koop een studenten- of standaard kwaliteit acrylverf, dan komt het wel goed. Wat voor kleuren heb je dan nodig? Ja, nou, dat is heel afhankelijk van wat je gaat doen. Wil je hele felle, verzadigde kleuren gaan maken en wil je met een paar tubes alles maken wat je maar wil, dan heb je nodig primair geel, cyaan, magenta, wit en zwart. Maar dat kun je natuurlijk naar believen aanvullen met tubusverf die je ziet hangen waarvoor je denkt, hé, dat komt me wel handig uit, een bepaalde rood of een bepaalde blauw. Wil je wat meer natuurlijkere kleuren gaan maken die minder verzadigd zijn, dan kun je bijvoorbeeld heel goed gebruik maken van ultramarijn, gebrande omber, een pyrola rood bijvoorbeeld of een cadmiumrood. Primair geel, wit en zwart. Het gaat te ver om het hier nu zo specifiek over kleuren te hebben. Daar heb ik ook andere video's over gemaakt, dus die zou je daar even voor kunnen kijken. Kijk, we hebben nu de verf. Ja, natuurlijk, we moeten ergens op kunnen schilderen. Maar ja, ondergronden, jongens, kan ik ook wel 10 video's over volmaken. Maar laten we maar gewoon een start maken. Ik hou het kort. Het voordeel van acrylverf is eigenlijk dat je het op heel veel verschillende ondergronden kunt gebruiken. Het kan op papier, het kan op hout, op paneel, op canvasdoek, op muren, noem het maar op. Eigenlijk kan het bijna overal wel op. Nou zijn mensen vaak in het begin geneigd om te zeggen van, ik ga nog niet te veel geld uitgeven, want dat is zonde van al het geld en ik ben nog helemaal niet zo'n goede kunstenaar, dus ik ga het maar op papier doen. Nou, papier is heel goed geschikt voor acrylverf, moet het wel een beetje dik papier zijn, maar je hebt bijvoorbeeld kant-en-klare blokken acrylverfpapier. Dus het is vrij zwaar papier en dat moet omdat anders gaat je papier bobbelen en krullen, omdat acrylverf natuurlijk nat is en zeker als je veel water gaat gebruiken. Je kunt ook losse vellen kopen en je hebt het dus in allerlei verschillende maten. Het handige van die blokken is dat het vaak gelijmd zit. Ik heb deze nu per ongeluk losgescheurd, maar de vellen zitten vaak stevig gelijmd, dus het gaat niet gauw bobbelen. Ga je met losse vellen werken, dan kun je die gewoon met papierklemmen aan een houten plank monteren.
monteren, dat klinkt wel mooi. Maar je hangt het er dus gewoon aan op. Je kan daar ook schilderstape voor gebruiken om het papier af te plakken, om de randen. Zelf schilder ik ook nog wel eens regelmatig in dummies. En dat is als ik even snel iets wil oefenen of even kijken van hoe werkt dit of dat. Pak ik een dummy. Het gaat alleen wel snel blubberen en dat soort dingen. Dus het is niet iets wat je in een museum gaat ophangen later. Maar dat is eventueel dus ook nog een optie. Dan komen we bij paneel. Dat is misschien niet zo bekend bij de meeste mensen. Maar het is eigenlijk een hele traditionele manier van schilderen op paneel. En paneel is eigenlijk een, ja, zeg een houten ondergrond die je hebt voorbewerkt met een grondverf. Zelf vind ik het een erg prettig manier van werken. Ik gebruik daarvoor vaak MDF-platen. Ik ga gewoon naar de bouwmarkt en ik laat ze bij de bouwmarkt een aantal stukken afzagen op een bepaald formaat wat ik nodig heb. Dan moet je wel even opletten hoe groter je gaat werken, hoe dikker je de MDF-plaat moet nemen. Want als je klein gaat werken kun je een dun plaatje MDF nemen. Maar als je groter gaat werken, het wordt natuurlijk wat vochtiger, dat trekt eerder krom. Dus je hebt dan een wat dikkere MDF-plaat nodig. Die MDF-plaat, ik heb hem hier al voorbewerkt met gesso. Dat laat ik zo even zien. Gesso is een soort grondverf. Je kan ook direct op MDF gaan schilderen. Dus dan heb je die bruine ondergrond. Nadeel is alleen, je verf zal op sommige plekken wel hechten, op sommige plekken niet. En dat komt omdat het wat vet en dergelijke op zit. Het is vies uit de bouwmarkt. En de kans dat het krom trekt is ook groter, omdat het zuigt. Dus eigenlijk is mijn advies minimaal 2 lagen gesso aan elke zijde. Tussendoor schuren en dan de gesso opbrengen. En dan goed laten drogen. En dan heb je hele mooie platen waar je op kunt schilderen. Dus het is leuk om dat eens een keer een middag te doen. Even al die platen zo voorbewerken. Maar als je zo'n hele stapel MDF-platen op voorraad hebt, dat is hartstikke lekker. En dan kun je gewoon lekker van je afschilderen. En die acrylverf, ja, dat werkt hartstikke mooi op zo'n plaat, vind ik zelf. Ja, de gesso waar ik het net over had, dat is dus een soort grondverf voor je acrylverfschilderij. Ook als je op doek gaat schilderen, dat zul je zo zien, heb je ook gesso nodig. Maar ook zeker als je op paneel gaat schilderen, heb je gesso nodig. Dat is dus een soort witte grondverf. Dat spul dat dekt heel erg goed. Het droogt relatief snel. En het zorgt ervoor dat je verf heel goed aan de ondergrond hecht waar je op gaat schilderen. Maar ik ga een hele video maken over het prepareren van ondergronden. Dus daar komt ook in terug hoe je dat dan precies doet. Nou, de volgende soort ondergrond die ook natuurlijk heel bekend is, is het schildersdoek. Canvas, schildersdoek. Dat is eigenlijk een doek van katoen of linnen. Dat is opgespannen op een houten raamwerk. Er zijn weer heel veel verschillen. Verschillende varianten. Dat gaat dus weer te ver om het daar nu allemaal over te hebben. Maar wat ik wel even snel wil zeggen is een paar voordelen. Waarom zouden we schilderen op zo'n doek? Nou, dat komt omdat het een klein beetje elastisch is. Het geeft lekker net een beetje mee als je aan het schilderen bent. Door de structuur laat de verf goed los van je penseel als je aan het schilderen bent. Hè? Want het heeft een beetje zo'n korrelige structuur. En verder, als je het klaar hebt, je schilderij, heb je eigenlijk iets wat je gewoon zo ploink meteen aan de muur kan hangen. He? Dus je kunt er natuurlijk nog een lijst omheen doen, maar in principe hoef je er verder niks meer aan te doen. Je kunt ze dus kant en klaar kopen, dan zijn ze al opgespannen en ook al voorbewerkt met een laag gesso of een paar lagen gesso. Je kunt ze ook zelf maken door losse latten te kopen en stukken katoen zelf op te spannen en te bewerken met gesso totdat je erop kunt schilderen. Zo'n kant-en-klaar doek is natuurlijk hartstikke fijn, maar let wel op, koop daar ook weer niet die allergoedkoopste kant-en-klare doeken die je bij van die hele grote winkels kunt kopen. Want die blubberen vaak in de verpakking al helemaal uit elkaar. Zijn veel te slap opgespannen en je kunt ze niet naspannen. In ieder geval, dat zijn slechte doeken. Je verf zal er niet goed op hechten en je zult alleen maar teleurgesteld raken. Dus wil je besparen op ondergronden, koop dan MDF-platen of papier als je doeken te duur vindt. Maar bespaar niet op doeken. Die kun je beter ietsjes duurder kopen, want dan heb je er veel meer plezier van. Ook al koop je nog zzo'n goed doek en staat er bijvoorbeeld op 3 keer geprepareerd met gesso, dan nog smeer er zelf minimaal 1 à 2 lagen gesso nog een keer overheen. En waarom is dat? Omdat, ook al doen ze misschien nog zo hun best, het is nooit zo goed als dat wanneer je het zelf even zorgzaam doet.
En ook zitten er vaak wat vetvlekken en dergelijke, weet ik het, in de fabriek of hoe dat allemaal gaat. Maar in ieder geval, er zitten altijd wel bepaalde plekken op het doek waar de verf dan ineens niet hecht. En dan heb je ook een probleem. Dat is niet prettig als je aan het werk bent. Ja, en die doeken die heb je dus natuurlijk weer in allerlei soorten en maten. Je hebt ze heel groot, je hebt ze klein. Nou ja, je kunt het zo gek niet verzinnen of het is er. Rond, vierkant enzovoort. We zijn er nog niet. Dan heb je nog een palet nodig. Want je moet natuurlijk ergens je verf op hebben liggen. Zodat je ermee kan schilderen. Nou, je hebt bijvoorbeeld afscheurpaletten. Kijk, die heb ik gisteren gebruikt. Deze verf is opgedroogd. Ik kan er niks meer mee. Scheur ik het af. Oh ja, prullenbak heb je ook nodig. Ik heb er hier een. Maar goed. Ik heb dus nu weer een nieuw vel. En dat zijn er van die geplastificeerde vellen. Ik vind afscheurpaletten zelf voor acrylverf erg fijn. Want ja, die verf droogt toch op. Daar kun je niks meer mee. Het scheurt gewoon af. Je gooit het weg. Je kunt ook een oud bord gebruiken. Of ja, noem het maar op. Je kunt eigenlijk heel veel dingen als palet gebruiken. Maar ja, als ik een tip mag geven, afscheurpaletten vind ik erg praktisch. Nou, je hebt je verf op je palet liggen, je wil gaan beginnen met schilderen. Je moet even een berg verf door elkaar mengen. Hoe doen we dat nou? Nou, dat is het makkelijkst met een paletmes. En waarom is dat zo? Omdat zo'n paletmes zuigt de verf niet op. Kijk, als ik met een penseel een hele grote berg verf door elkaar ga mengen. Nou, dan heb ik een hele penseel vol met verf. Dat krijg ik dan weer niet op mijn palet. En dan gaat dus een hele hoop verf sowieso verloren. Maar het is ook nog eens niet goed voor mijn penseel. Die zit veel te vol met verf. Waar laat ik het allemaal? Nou, gebruik voor grote bergen verf dus een paletmes. Het is misschien in het begin een beetje onwennig. Maar je kunt er heel makkelijk de verf mee door elkaar mengen. En als je klaar bent met mengen, pak je gewoon eventjes een keukenpapiertje. En je veegt hem zo in één keer weer stralend schoon. Dus dat is veel makkelijker dan mengen met een penseel. Als je kleine beetjes gaat mengen, dus weinig verf, dan kun je dat ook met je penseel gewoon doen. Dat is niet zo'n probleem. Dus dat is dat, het paletmes. En wat nu dus al langskwam, keukenpapier. Heel veel rollen keukenpapier. Kijk, het is eigenlijk zo, als je aan het schilderen bent en je wil je paletmes even schoonmaken, nou hup, keukenpapiertje. Maar ook heb je vaak tijdens het schilderen dat je je penseel eventjes schoon moet maken. En dat doe je met water en keukenrol. Ook belangrijk bij het schilderen met acrylverf, water. Want acrylverf is een verf op waterbasis. Je kunt het dus verdunnen met water. En je kunt je penselen ook schoonmaken met water. Nou, tussen het schilderen door moet je heel vaak je penselen schoonmaken. Dus dan is het heel handig om twee potten water te hebben. Dan heb je er eentje waar je je nog hele vieze penseel in doopt. Dan maak je het goed schoon met een keukenpapier. Doop je hem er eventueel nog een keer in. Weer schoonmaken met keukenpapier. En het laatste beetje kun je eventueel in het schone water doen. Dan komt er nog maar heel weinig verf af. En dan kun je hem echt mooi schoon krijgen. En die schone pot met water kun je ook gebruiken om je verf mee te verdunnen. Voor als je aan het schilderen bent. Hè? Dus als je een vlak met wat dunnere verf wil gaan maken. Kun je die andere pot gebruiken om verf te verdunnen. Nu komen we aan bij het hoofdstuk penselen. Oh, ook daar kunnen we weer uren over doorpraten. En dat ga ik dus niet doen. Dat komt dan wel in een andere video. En eigenlijk kunnen we over penselen in het begin heel kort zijn. Want dat is nou wel iets waarvan ik vind dat maakt in het begin echt niet zoveel uit met wat voor penselen je schildert. Sterker nog, het maakt mij zelf nu nog steeds niet zoveel uit met wat voor penselen ik schilder. Maar ik vind gewoon grote vlakken. Doe je met een groot penseel, hè, dus een breed penseel, dat lijkt me ook wel logisch. Je gaat niet een heel vel zitten vol kleuren met zo'n klein penseeltje als dit. Dus voor details heb je kleine penselen. Je hebt dan voor vloeiende lijnen heb je eventueel met een scherpe punt, hè, zo'n rond penseel. Voor vlak heb je van die mooie vierkante penselen. Je hebt kattentong penselen, je hebt dat ze afgerond zijn. En al die penselen hebben specifieke eigenschappen. En daarvan kan ik echt alleen maar heel kort zeggen, ja, dat leer je wel vanzelf. Koop gewoon een aantal verschillende penselen. Verschillende groottes hoeven niet de duurste penselen te zijn, of in ieder geval geschikt voor acrylverf. Maar koop gewoon verschillende modellen en verschillende groottes, dat is heel belangrijk. Ja, ga daarmee experimenteren. Want ik zal hier zo ook even laten zien, dat één zo'n penseel heeft al ongekend veel mogelijkheden. Maar goed, daar is heel veel over te vertellen.
En het is ook heel interessant hoor, daar gaat het niet om. Maar je hebt penselen die zijn wat stugger. Maar dat is volgens mij allemaal een kwestie van, ja, van smaak, waar je van houdt. En wat je aan het schilderen bent. Kijk, wat ik wel ook nog belangrijk vind om te vertellen is de lengte van de steel. Als je een penseel hebt met een wat langere steel, kun je mooi vanuit je arm werken. Dan kun je wat verder weg staan van je onderwerp en kun je zo schilderen. Bij zo'n kleiner penseel, ja, dan kan je niet anders dan zo dicht op je ding, op je werk. Als je groot werkt en je hebt wat meer afstand nodig tot je werkstuk ook om te kijken wat je doet, en je hebt grotere bewegingen nodig, dan is een lange steel aan te raden. Dan kan ik zo overal bij. En ik kan toch het overzicht bewaren. Maar wat natuurlijk wel ook belangrijk nog is bij de penselen om te vermelden, is hoe je ze goed schoonmaakt. Bij acrylverf is het niet zo ingewikkeld. Haal eerst zoveel mogelijk verf eraf met keukenrol, met keukenpapier. Daar kan je al een aardig eind komen. Dan doop je hem even in het water. En maak je het nog een keer schoon met keukenrol. Eventueel nog een keer. En net zolang tot je penseel mooi schoon is, let vooral ook goed op dat hier aan de basis, dat daar geen verf meer zit. Want als hier eenmaal verf zit, dan gaat het penseel zo uit elkaar staan. En dan kun je er niet goed meer mee schilderen. Dus dat is gewoon wel belangrijk. Goed onderhoud aan je penselen, dan gaan ze lang mee. Maar het grappige is, ik heb inmiddels ook penselen die zijn zwaar mishandeld. Even kijken of ik een voorbeeld heb. Ja, hier is zo'n voorbeeld van een penseel dat is al zwaar mishandeld door mij eigenlijk in de tijd. Ik heb het een paar keer niet goed schoongemaakt en het staat nu hier alle kanten op. En het rare is, soms heb ik die juist nodig voor iets in een schilderij. Dan denk ik, dan ben ik bezig met iets en denk ik, ah, nu kan ik dat penseel goed gebruiken. Dus ik bewaar die ook gewoon allemaal, want het komt soms toch ineens ergens voor van pas. En dat is dus ervaring. Op een gegeven moment weet je gewoon, ik vind dit fijn werken of ik vind dit fijn werken. Maar ja, mijn ervaring is, het maakt niet zo heel veel uit wat voor penselen je gebruikt. Nou, stel je bent klaar met je schilderij. Dan vragen mensen wel eens, moet ik het nou nog vernissen of iets dergelijks? Nou, in principe niet. Dat is bij acrylverf niet nodig. Acrylverf, als dat eenmaal is opgedroogd, lost het niet meer op. Het is, ja, ik kan het ja, niet, dit moet je natuurlijk niet gaan doen bij je schilderij. Maar ik bedoel, je kunt er overheen krassen, je kunt het nat maken. Het gaat er niet af. Het is dus eigenlijk hele robuuste verf. En een vernislaag om het te beschermen heeft het eigenlijk niet nodig. Er zijn zelfs ook meningen of mensen die beweren dat je beter niet kunt vernissen. Omdat hoe meer lagen er op een schilderij zitten, hoe meer chemie er tussen bepaalde dingen plaatsvindt en hoe slechter het is. Weet ik allemaal niet. Ik ben daar niet zo in onderlegd. Ik vernis nooit iets. Maar wanneer je het nog wel zou kunnen doen is als je vindt dat je acrylverf is een beetje mat als het opdroogt. En als je het graag glimmend wil hebben bijvoorbeeld, dan zou je het kunnen vernissen met een glanzende vernislaag. Als je daarvan houdt, dan kun je dat doen. Hou er wel rekening mee dat het altijd wel effect heeft op de kleuren van je schilderij. Dat zal iets veranderen, de intensiteit van je kleuren. Nog meer dingen bij acrylverf waar ik zelf weinig ervaring in heb, maar waar ongetwijfeld wel YouTube-video's over zijn. Dat is, je kunt acrylverf heel goed gebruiken met allemaal gels en mediums. Kun je er allemaal doorheen gooien, zodat het dikker wordt of juist dunner en ja, je kunt er van alles mee, maar daar heb ik zelf weinig ervaring in, dus kan ik weinig over vertellen. Het enige waar ik wel ervaring in heb, dat is een spul om acrylverf te verdunnen. Dan zul je zeggen, ja, maar dat kan toch met water? Ja, dat kan ook met water, maar wel tot op zekere hoogte. Kijk, officieel gezien, wat je eigenlijk doet als je acrylverf verdunt met water, verf bestaat uit pigmenten en uit een soort lijm die de pigmenten bij elkaar houdt, de kleurstof. En hoe meer water je in de verf stopt, hoe minder kracht die lijm nog heeft. Dus die bindt die pigmenten niet meer zo goed. En dus op een gegeven moment, als je het echt te gek maakt en je stopt er heel veel water doorheen, dan is het in theorie mogelijk dat op een gegeven moment je laag met verf, dat je dat gewoon zo van je doek af kan vegen. Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, maar als ik echt denk van oei, ik weet niet zeker, ik wil het heel nat werken, een beetje aquarelachtig met acrylverf werken, dan gebruik ik maar voor de zekerheid een medium die de acrylverf verdunt. En dat is dan eigenlijk een soort
transparante lijm. Eigenlijk de lijm die ook in de acrylverf zelf zit. En die verdunt dus de verf. Maar zorgt er wel voor dat de plakkracht hetzelfde blijft. Dus dat die pigmenten niet van je doek afrommelen. Verder heb je ook nog wel spullen om bijvoorbeeld retarders. Om ervoor te zorgen dat je acrylverf niet zo snel droogt. Als je ervan houdt om nat in nat te werken, zoals dat dan heet. Als je een kleurvlak op je doek hebt gemaakt en je wilt dat weer een beetje aanpassen terwijl het nog nat is, dan is dat met acrylverf best lastig. Want acrylverf droogt heel erg snel. Er zijn middelen op de markt om dat droogproces te vertragen, waardoor je er dus langer erin door kunt werken. Dus dat kun je ook nog, als je bijvoorbeeld gewend bent met olieverf te werken, dan kun je dat overwegen om dat te gebruiken als je dat fijn vindt. Je kunt ook gewoon zeggen, ik leer omgaan met de karakteristieken van deze verf en ik pas mij daarop aan. Dat is wat ik zelf heb gedaan. Maar die mogelijkheden zijn er dus ook. Dus om toch nog even kort samen te vatten, want het is allemaal toch wel weer erg uitgebreid en lang geworden. Het kon niet anders volgens mij, maar goed. Je hebt nodig verf, een ondergrond, dus papier, doek, paneel, een palet, water heb je nodig, paletmes, penselen en een werkplek natuurlijk, hè? Dus ergens waar je kunt werken. Nou, ik hoop dat je er wat aan hebt en eigenlijk die individuele stukjes uit deze video, de ondergronden, het voorbereiden van zo'n doek, daar kom ik graag nog eens op terug en ik zal ook nog eens wat uitgebreider terugkomen op penselen en dat soort dingen. Dit is even de start. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Ik wens je vast veel plezier met het schilderen.